om de eenheid binnen de verschillende schoolbesturen te bewerkstelligen. Voert het Landelijk Studenten- en Scholierenplatform, LSSP, gesprekken met de verschillende studentenbesturen. Het studentenplatform heeft gisteren de schoolbesturen van de Henri Hassenkan Scholengemeenschap en het Surinaamse Maritieme Instituut geïnformeerd over de doelstellingen van het platform. Volgens de voorzitter van LSSB, Clyde Ford, lopen de gesprekken heel goed. Het jeugdparlement wil een soort paraplu-organisatie hebben van alle studentenbesturen, waar de jongeren in één keer te bereiken zijn. En waar ze met name als het gaat om activiteiten zoals de jeugdparlementsverkiezingen, zoals andere activiteiten het jeugdparlement rakende, dat ze in één keer in contact kunnen zijn met de studenten. En dat is in principe de rode draad van het opzetten van het platform. En daarnaast willen we een stukje organisatie brengen op de scholen. Want we weten dat een heleboel scholen nog geen studentenbestuur hebben. En ook al hebben ze, functioneren ze niet optimaal. Dus wij hebben als taak, als fungerend bestuur, om dat gedeelte ook op te zetten. Ervoor zorgen dat de besturen democratisch worden gekozen door de studenten. Twee, dat ze eigenlijk begeleiden in het traject van hoe te vergaderen, hoe te spreken in het openbaar, hoe projecten uit te schrijven. En daarnaast hebben we gezegd dat ze moeten gaan focussen op de veiligheid, rustveiligheid rondom de scholen. Ford zegt dat met de bundeling veel meer bereikt kan worden. Tot nu toe heeft het platform 8 studentenbesturen gesproken. Ford geeft aan dat het krijgen van draagvlak niet het hoofddoel is. Dus we praten niet over dat we niet hebben, want daadkracht kan je vertalen in verschillende dingen. Ik kan ook zeggen dat ik 1500 studenten heb van PTC. Ik kan ook zeggen dat we de studenten hebben van IOL, dat we de studenten hebben van Hassankan. Hoeveel studenten zitten daar op school? Maar dat gaat niet om. Het gaat om de organisatie, de structuur die we op poten willen zetten om de studentenbesturen bij elkaar te brengen. Want dat is wat wij moeten doen en dat is onze opdracht namens het jeugdparlement. Dus ik weet niet wat je bedoelt met daadkracht. Bedoel je dat we draagvlak. Dat we 100.000 studenten moeten tonen aan die samenleving. Nee, daar gaat niet om. Het gaat om de kwantiteit en de kwaliteit. Dat op de scholen moet komen. En die organisatie zit op onze schouder. Om ervoor te zorgen dat er studentenbesturen komen. Dus mensen moeten dat ding niet anders gaan vertalen. Hoeveel leden heb je? Wel, we willen geen leden. We willen die organisatie hebben op die scholen. We willen dat er schoolbesturen moeten zijn. En dat die mensen gaan werken met hun studenten. Want wij gaan niet met die studenten bemoeien. Aldus Clyde Ford, voorzitter van het Landelijke Scholieren- en Studentenplatform. In de komende dagen zullen gesprekken worden gevoerd met zoveel mogelijk studentenbesturen.